kijkers van Dus David Games. Wij vonden het een keer tijd voor een nieuwe review. En deze keer gaan wij wat reviewen precies? Gaan we een... MSI videokaart. Ja, we gaan er twee doen vandaag. Hij wist niet helemaal wel. Jongens, voor de duidelijkheid, dit is trouwens Ritsie. Ritsie, ja. Vertel je kanaal, vertel wie je bent, wat je doet, je pincode, alles. Geen vertaans. Mijn pincode, dat... Nee. Ik ben Official Dance, zoals ja, op YouTube ben ik zo bekend geraakt. Vraag me niet waarom. En voor de rest doe ik muziek en ja, game een beetje en ja, dat is eigenlijk... En je weet een shitload van hardware, dus daar komt ie, vangen. Jongens, dit is hem. Ja, dit is de TwinProser 3. 3? Was er ook een 2? Ja, dat was vroeger ook een 2. Tegenwoordig is het een 3, omdat de militaire klas hoger is genomen. Dat is in principe het duurdere component en is daardoor beter beschikt voor overklokken met name. En daardoor is het aanraadbaar om deze te nemen als je gaat overklokken en eigenlijk van de uitermate prestaties houdt wat eigenlijk daar niet voor ontwikkeld is. Maar laten we eens bij het begin beginnen. Jullie weten natuurlijk allemaal wat een videokaart is, dat zorgt dat je lekker kan gamen. Is deze voor gamen bedoeld? Is deze voor renderen bedoeld? Is deze om gewoon te internetten bedoeld? Want sommige mensen weten er geen klap van. Deze is absoluut voor gamen bedoeld. Okay. En ook een beetje is er naar gedacht naar de prijs. Je kent ook natuurlijk de 680. Daar hebben ze ook een serie van. Alleen die is natuurlijk weer voor de enthousiasten. 500-600 euro, ja. Ja. En deze die is, begint volgens mij met 260. De 660 zelf dan. De TwinProser zelf die valt iets duurder uit als het goed is. Maar ja, dat komt ook omdat er betere componenten in zitten. Je kan zelfs temperaturen halen van, ik geloof, min 90. Wow. Dus je mag met stikstof mag je aan de gang gaan als je dat zou willen. Doe maar niet jongens, als je er geen verstand van hebt. En als je deze zou moeten vergelijken met, stel je voor, het landschap der videokaarten. Ja. Waar staat deze? Ik denk dat deze zeker op dit moment in de top 15 staat. Zo. Met name omdat de prestaties hiervan echt uitermate zijn. Hij heeft wel een broertje, dat is de TI-versie. Die is net een tikje beter. En duurder. Een stuk duurder, die betaal je zo makkelijk 200 euro extra voor. Dus, maar zoals ik al gezegd, deze kun je overklokken. Dus ik ken die, ik ken een 65 TI. Klopt, ja. Is dat de voorganger? Dat is inderdaad de voorganger. Was er dan ook de 2? Ja, dat is inderdaad de 2. Kijk, je leert het. Ik leer het, halverwege de video kom ik erachter. Oké, okay, top. Dat is inderdaad de 2 en deze heeft een prestatie vooruitgang gehad van ongeveer 40%. Efficiëntie is daarmee ook omhoog gegaan. En met name zijn ze voor een betere koeling gegaan, dat kan je ook zien aan design. Het design is custom. En is ook volledig van metaal, dus dit zelf hier koelt ook enorm. Handig, handig. Het mooie van deze is, metaal is zo ontworpen dat hij nauwelijks warmte vasthoudt, alleen kou vasthoudt. Dus met andere woorden, altijd kou van je. Ja, want videokaarten houden niet van te veel hitte. Je moet een goede temperatuur hebben en dan liefst nog echt ijskoud. Dat ook weer niet, want dan kan je tegenprestaties krijgen. Want als jij het heel koud hebt, dan ga je ook niet beter presteren. Dat is waar. Dus met een huiskamertemperatuur. Huiskamertemperatuur, net zo old school. En dat kan dit ding dus. Laten we eens even van binnen gaan bekijken. Ja. Oh, toen waren we in één keer dichtbij. Dat gaat snel, ja. Zag je dat? Ja. Heeft wel een minuut geduurd hoor, voordat we de doos hadden. Jongens, dit is hem. Ja. Metaal. Metaal inderdaad. Natuurlijk, TwinProser logo staat erop. Ik bedoel, je mag wel gezien hebben zijn... TwinProser logo staat erop. Dat is, je mag wel zien natuurlijk dat je daar al uit hebt betaald. Mocht je toevallig in je kast kijken. Dat de meeste gamers wel hebben. Hè? Dat is natuurlijk wel vet om je eigen hardware een beetje te kunnen. Ik heb toevallig vandaag voor het eerst mijn computer vanmiddag gezien. Ja. Dus ik ben geen echte gamer, zeggen ze. Maar goed, en wat is dit? Is dit allemaal mee te nemen, zodat je vasthoudt? Nou, dat zal handig zijn geweest, maar nee, wat? Dit is puur de heatsink. Dat is de begeleiding naar de heatsink. Oh, die is hol? Ja. Ah, deze niet. Deze niet. Deze is niet hol? Deze is niet hol. Oké, okay. En dat is zeg maar dat er hitte weg kan? Ja, de hitte die wordt hierdoor verdeeld over de volledige heatsink. En dat is puur daarvoor om het nog even net wat beter te verdelen. En plus het zit wel buiten, dus dan kan hij wat temperatuur van de buitenomgeving pakken, waardoor hij beter verkoelt. Okay. Voor de rest heeft hij natuurlijk 2 blades. Die zijn vrij kort afgesneden, dus je hebt een efficiëntie waardoor hij een heel stuk stiller is. Want hij hoeft minder hard te draaien. Ja. Dus. Maar een dubbele koeling op de videokaart zelf. Ja. En de computer die koelt zelf ook al toch? Klopt. Waarvoor hebben ze dan dit nog gedaan? Tegenwoordig is de processor wat in de videokaart zit, is zo intensief dat hij zelf ook de temperatuur gaat ontwikkelen. Okay. En daarom moet hij zelf een koeling hebben, anders brandt hij gewoon binnen 5 seconden door. Okay. Maar deze videokaart die komt ook met een eigen stekker. Waar is het voor eigenlijk? Dat is een D4 naar VGA verloopstekker.
En daarmee kun je oude beeldscherm nog aansluiten. Alleen... Je oude beeldscherm. Ja. Je gaat toch niet een videokaart van uit de top 15 aansluiten op een... Ja, dat is gewoon zonde. Dan moet je schamen als je dat okay. doet. Okay. Dus kijk, voor het niet tweede doen, scherm, jongens. Voor het tweede scherm, overigens, dan kan ik nog zeggen van ja, oké. Okay. Oh, je kan hier ook twee monitoren op aansluiten. In principe heeft deze zelfs ondersteuning voor 4. Oké. Okay. Ja. Ja, moet kunnen. Waardoor tegenwoordig met Nvidia kun je daar een efficiëntie hebben. Heb jij ook op je PC. Dat die van scherm zegt van daar moeten de meeste prestaties naartoe gedaald worden. Hè? Nou, kan met deze ook. Dat doet hij dan ook. En dan kun je boven kun je chat boven houden. En links heb je een scherm voor. Stats. Ja, vooral met livestream is het makkelijk. Wat is dit? We gaan er verder. Dat is een power connector eigenlijk. Vanaf je voeding. Mocht jij de PCI Express power connector niet aan je voeding hebben zitten. Of niet meer over hebben. Mocht je zoveel gratis kaart hebben. Kan je deze aansluiten en dan heeft deze eigenlijk zijn eigen energie toevoegen. Installatiesoftware. Voor mij gaat dat tegenwoordig regelmatig redelijk automatisch, toch? Of ja, niet? Alleen moet je nooit gebruiken eigenlijk. Het beste wat je kan doen is gewoon naar de fabrikant gaan, daar de driver halen. Van de website, is altijd up-to-date, ja. Ja, tenzij je hem de allereerste dag koopt, dan Je kan daar wel mee beginnen, maar het is niet aanraadbaar om daarbij te blijven. Ik ga maar eens even vasthouden. Hij is best zwaar. Klopt, ja. Dat komt omdat het gemaakt is grotendeels van metaal. En daardoor is natuurlijk de hitteverspreiding veel beter. Dat gaat wel ten koste natuurlijk van het gewicht. Maar ja, het is niet de bedoeling dat je een desktop PC overal heen sleurt. Nee. Dus dat maakt niet zoveel een probleem, denk ik dan. Nou, dan even gauw tussendoor. DirectX 11 zit erop op de kaart. Hoe werkt dat? DirectX 11 is een software, toch? Ja, dat is een stukje software, maar dat is een ondersteuning vanaf de BIOS, zeg maar, wat in deze grafische kaart zit. Ja. Die ondersteunt dus dan DirectX 11, omdat zodat die daarop aangestuurd kan worden. Dan zit, tegenwoordig zitten er minus 7 en minus 8. Ja. Dus deze is ook helemaal... Werkt volledig. Goed op minus 8, ja? Ja, absoluut. Dat is echt... Absoluut. Dus ik kan het zelfs aanraden om het Windows 8 te gebruiken, omdat deze gebruikt een generatie 3.0 PCI Express. Staat er ook overigens op de doos. Hybrid BIOS. Ja. Ready for Windows 8, oké. Okay. Klopt. Dus dat is mooi, daar ik zit op de kaart zelf, schijnbaar. Ja. En 2 GB GDDR5. Ja. DDR5 klinkt goed. Ja. Vroeger had je DDR3 en zo, dat is allemaal weer oud. En 2 GB. Nou heb ik... ooit een keer een kaartje gekocht van €50. Dat was een Asus GT630 volgens mij. Ja. En die was ook 2 gigabyte. Klopt. Wat is nou het wezenlijke verschil als ze allebei 2 gigabyte zijn? Waarom is deze 5 keer zo duur en sneller? Dat is gewoon echt de snelheid. De RAM-geheugen, dus net hetzelfde als de RAM-geheugen van PC eigenlijk. Alleen een heel stuk sneller, omdat grafisch is. Hoe sneller, hoe beter de RAM-geheugen zelf ook gaat presteren. Want het gaat tegenwoordig niet meer alleen maar om het volume van je RAM-geheugen, maar ook om de snelheid. Ja. Okay. Dus dat is het grootste verschil tussen het goedkope kaartje die je had en deze kaart. De RAM-geheugen van deze kaart zit geloof ik op de 6000 MHz. Ja, dat dacht ik ook. Okay. Dat is flink. En is daarmee een heel stuk sneller dan de 630, 650? Wat had je? 630 was 630. Het volgens mij. Ja. Dat was een beetje wat goedkoper videokaart en goed, dan weet je dat ook voor die prijs natuurlijk. Maar ik vind het grappig, want vroeger had je die van die voodoo kaarten, weet je wel? Ja, heel vroeger. Als je dan de 8 gig of de 16 gig of de 32 gig had, ik heb het over voodoo 1 hier nog, hè? Ja. Dan maakt dat het verschil met, MB. Dat maakt het verschil met hoe snel die is. Maar tegenwoordig heb je dus door die GPU snelheid en de interne RAM en de kastje en noem maar op, maakt het gewoon helemaal niet zoveel meer uit. Het gaat gewoon of de processor of de videokaart snel is. Het proces op de videokaart is heel belangrijk en de snelheid van de RAM-geheugen is heel belangrijk. Interessant. Nou, we kunnen een half uur doorpraten, echt, dat heeft hij al gedaan, over de specificaties. Dan gaan we heel erg diep in over benchmarken. Nou, dat hebben we dus net al even in een paar zinnetjes gezegd, namelijk hij zit in de top 15. Dus snel is hij zeker. Maar ik heb een vraag. Want je hebt de Nvidia 660 en je hebt de Nvidia 680, maar dit is een MSI 660. Ja. Wat? Is het verschil? En... Ja, ze zien er vast anders uit. Het heet geen Twin Frozer, maar waarom heeft MSI eigenlijk een aftermarket gemaakt van een bestaande videokaart? Nou, dat is heel simpel. Nvidia maakt zelf niet de grafische kaarten, die ontwikkelt ze. Oh! Dat is het verschil. Dit is een Nvidia kaart. Ja, dat weet ik. Alleen gefabriceerd door MSI. Op die manier. Dus ze pakken de basis ervan. Juist. En ze maken hem af. Klopt. Ze maken, in principe ze pakken alleen de chip, wat Nvidia heeft ontwikkeld. En wat er allemaal bij hoort, de geheugen, de snelheden. En voor de rest voegen ze wat bij of halen ze een klein tikje eraf om
een bepaald bedrag afgekomen wat betaalbaar is of voor de enthousiast is. En in die zin is MSI heel erg overclock gericht, heel erg gaming gericht voor de enthousiast grotendeels. Die wel een beetje van experimenteren houden, want deze die kan er tegen. Mocht je een keer een beetje verkeerd overklokken, deze gaat er niet direct kapot. Oké, want dat is zeg maar mijn vraag. We review nou een MSI product, dat is een keer wat anders dan een Razer of een CM Storm of een Acer product. En MSI maakt dus de onderdelen voor hele snelle gaming systemen. Klopt. Nou hoef je niet reclame te maken voor MSI, want daar kom ik zo meteen nog op. Onze reviews zijn volledig eerlijk en open. Als wij het bagger vinden, dan zeggen we dat ook gewoon. Jij bent wel heel te spreken over dit product en ja, MSI, ze staan natuurlijk voor hele goede gaming prestaties. Klopt. En doen ze dat met dit product volgens jou goed? Dit product zeker weten. Dit is volledig gericht op het gamen en niet op het enthousiast, want het enthousiast die gaat natuurlijk overklokken en er meer uithalen dan wat er hoort. Deze is perfect voor de nieuwe games en waarschijnlijk ook voor de games die de komende 2, misschien 3 jaar zelfs nog uit gaan komen. Dus het is zeker de geld waard om deze te kopen. Zijn voorganger, de 65, die heb ik zelf. Zelfs die ben je gewoon bij met elke game die op dit moment uitkomt. Dus met deze videokaart kun jij, als jij 8 gram hebt en een redelijke processor, kun jij Battlefield 3 op Ultra spelen. Makkelijk. Geen enkel probleem. Nou, ik vind dat een mooie afsluiting. Je kan alles op Ultra spelen met deze videokaart. En hij was 250 tot 260 euro volgens mij. Waarschijnlijk als je hem online koopt, is hij weer daar. Ja, inderdaad. Nou, Ritchie, bedankt voor de review van de, noem hem nog even volledig op. Van de MSI TwinProcessor 3 N660. Wauw, 5G DDR5? Nee, 2G. Ik vind het een super tof ding. MSI dus, TwinProcessor. Ik wist serieus nog niet echt hoe goed de videokaarten eruit zagen, omdat ik nooit de binnenkant kijk van een computer. Nou, hij krijgt dus een positieve review van jou. Oké, super jongens. Informatie vind je in de beschrijving beneden. Er is gewoon een algemene informatiepagina van MSI waar je alles over hun producten kan lezen. En ik wil graag eventjes vermelden dat deze review volledig open en eerlijk is. Het is onze eigen mening, wat wij erover opgezocht hebben, wat wij ervan vinden. We worden nooit betaald om reviews te doen en worden ook niet betaald om ze positiever te maken. Nou. Dit, jongens, is Ritchie. Op internet wel bekend als Official Denzel. Je hebt hem ook op de DDG-party gezien natuurlijk. Vertel nog even je kanaal, dat mensen daar ook op kunnen abonneren. Mijn kanaal is Official Denzel. Daar doe ik met name muziek. Onlangs ben ik begonnen met een klein gamekanaaltje. Die moet je ook zeker vernoemen. Ja, dat is Bumbo Games. Kijk. Dat is afgeleid van SpongeBob natuurlijk. Van ik ben Bumbo, jij moet kunnen. Moet kunnen. Ik bedoel, ik moest wat verzinnen en dit is pakkend. Dus wil je meer van Denzel weten, dan ga even naar zijn kanaal. En laat ook even in de beschrijving achter wat je van deze review vond. En of je er meer wil zien. En als jullie nou mij echt steunen met dit soort dingen. Want ik speel wel meer dan alleen maar Minecraft. Ik doe ook reviews. Ik leer er zelfs wat van. En jullie leren er gelijk wat van. Doe dan even massaal een like op deze video. Favorieten. En abonneer op Dus David Games. Voor nog meer reviews met mij en met Denzel. Ja. Dankjewel voor het kijken. Moet je nog even doei zeggen? Oh, doei. Oké, cool. Nou, die ging goed.